Hoi, superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je mijn favoriete producten van augustus laten zien. Ik heb een mandje verzameld, hier zitten de producten in. En ik ga je laten zien welke producten ik dus heel erg fijn vond. Dus mocht je benieuwd zijn naar wat er in dit mandje zit en waarom ik de producten zou kunnen aanraden, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin even met een Lash & Brow Defining Clear Gel Mascara. Deze is van MUA. En dit is dus eigenlijk gewoon een mascara die je aanbrengt over je wenkbrauwen. En dat je deze hebt gesteld. Dus je kunt, omdat deze transparant is, kun je dus eerst je wenkbrauwen gewoon de kleur geven die je altijd aan je wenkbrauwen geeft. En daarna kun je ze eigenlijk een soort van vastzetten door deze gel. Ik vind hem heel erg fijn. Hij heeft eigenlijk een vrij basic borsteltje. Het is gewoon een mascara borsteltje en hiermee ga je door je wenkbrauwen heen. Want deze neemt dus het product op. Ik heb deze getest en ik moet zeggen, ik heb hiermee op het water gezeten in een bootje en mijn wenkbrauwen bleven goed op zijn plek zitten. Dus dat is natuurlijk echt super goed. Dat vond ik ook echt wel heel erg fijn, want dit is altijd een beetje de vraag. De mascara is overigens ook niet op dieren getest. Dus dat is altijd wel heel erg fijn. Steeds meer mensen die zijn hiermee bezig om bijvoorbeeld dierproefvrije make-up in een stash aan te brengen. En deze van MUA is dus ook dierproefvrij en hij houdt de wenkbrauwen goed op zijn plek. Dus dat is top. Dan heb ik een mascara van Essence en dit is de Isle of Extreme Crazy Volume Mascara. Ik heb hier al een kleine variant van getest, maar ik had de grote eigenlijk nog nooit gehad. En ik was er wel benieuwd naar. Deze is ook echt al jaren in de schappen van Essence te vinden. Hij belooft dus eigenlijk heel veel volume. Hij is heel diep zwart. En hij is ook geschikt als je contactlenzen gebruikt. Ik vind sowieso de huls natuurlijk al heel erg opvallen. Het roze kleurtje, dat vind ik heel tof. Het borsteltje is niet mijn favoriet, want het is weer een plastic borsteltje. Ik hou meer van een borsteltje met echte haartjes. Deze heeft vrij korte haartjes. Maar ik was wel heel erg onder de indruk van het resultaat wat de mascara gaf. Hoe meer laagjes je aanbrengt, hoe groter het volume is. Ik ben zelf niet iemand die echt een hele dikke laag aanbrengt. Ik vind vaak vier laagjes de max, zeg maar. Of eigenlijk, ja. Maar hoe meer laagjes je aanbrengt, hoe groter het volume. Maar ik kreeg toch al best wel wat volume met de laagjes die ik heb aangebracht. Daar was ik wel heel erg van onder de indruk. Dan heb ik een elektrische face massager van Beauty Star. Ik heb hier een uitgebreide video over gemaakt. Die zal ik eventjes in de beschrijving zetten. Als je dan de video nog niet hebt gezien en je zou het graag willen weten, kun je die dus nog even terugkijken. Maar deze is gewoon heel erg fijn en masseert gewoon heel erg lekker je huid. Hij belooft een glowy en calm skin. Ik werd er niet heel erg glowy van, maar mijn huid werd er wel vrij rustig van en het was ook gewoon heel erg lekker om aan te brengen. Dus ik ga hier niet heel erg uitgebreid op in, omdat hier al een video van online staat. Dus dat is deze. Dan heb ik drie producten van Labello. Ik laat er eentje vallen. Ik heb even de verpakking erbij, want dit zijn eigenlijk gewoon de original Labello's. Maar deze zijn in een Pride Kiss editie uitgebracht. Dat zie je aan de verpakking. Die hebben dus de kleuren van de vlag. Het is eigenlijk de bedoeling dat een statement wordt gemaakt met deze Labello's. Want je kunt dus ook hashtags gebruiken om te laten zien dat je dus in deze hiervoor bent. En dat je dat allemaal oké vindt. Maar het is dus eigenlijk gewoon de originele blauwe Labello. Ik zal even een plaatje bovenin neerzetten voor als je niet weet welke ik bedoel. Maar die zijn er dus nu in, het is een limited editie, die hebben ze dus in drie varianten uitgebracht. Allereerst heb je er hier eentje die dus alle kleuren van die vlag ook heeft. En daar staat dan gewoon steeds Labello, 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 Labello.
Maar het is dus gewoon de transparante versie, die gewoon, of de, gewoon de basic versie, die zowel voor man als vrouw gebruikt kan worden. Je hebt natuurlijk ook labello's die bijvoorbeeld een licht kleurtje afgeven. Nou, ik snap als man zijnde dat je daar misschien niet op zit te wachten. Maar deze zijn gewoon eigenlijk voor iedereen. Dus dat is deze. Ik hoef er denk ik verder niet heel veel woorden aan vuil te maken, want labello is gewoon een hele goede lipverzorging, vind ik persoonlijk. Dan heb ik er eentje in met een hartje erop, met ook die kleuren. Het is gewoon precies dezelfde labello, alleen die verpakking is anders. En dit is gewoon eigenlijk een soort van vlag die erop staat. Dus ja, labello is gewoon heel fijn. Ik vind die standaard ook gewoon heel fijn, of de original. Dus het was gewoon een hele leuke toevoeging dat ze dat hebben uitgebracht. Dan heb ik vier losse oogschaduws van Catrice. En dit zijn de Mono Eyeshadows, de Art Color Eyeshadows. Ik heb hier allereerst de kleur 320 Mellow Malle. Dit is een matte. Hier staat, dat staat er ook heel goed in, want er staat mat, mat, mat in. En deze kun je er dus uitdrukken. Kijk, nu heb je gewoon een losse pen. En ze hebben voor een paar jaar geleden hebben ze dus een oogschaduwpaletten gehad die je zelf kon samenstellen met dit soort kleurtjes. Nou, ik heb zelf zo'n paletten samengesteld. Ik heb die ook in mijn stash zitten. Maar ja, de paletten zijn zelf niet meer te koop, maar de oogschaduwtjes nog wel. Dus het is jammer dat de paletten er niet meer zijn. Als allereerst dit kleurtje. Ik zal hem ook eventjes swatchen. Ik ga hem even op mijn hand doen. Dat is dan deze. Wel een heel mooi kleurtje. Dan heb ik nog een matte variant. Die is er qua uiterlijk iets anders, want die is, zeg maar, heeft oranje accenten. Dit is de 300 Take Me To Dessert. Dus dat is deze. Ook wel een heel erg mooi kleurtje. Ook wederom dus mat, maar niet minder mooi. Dat is deze. Dan heb ik een heel donker kleurtje, ook weer met de oranje accenten overigens. Dit is de kleur 310 CUB Wine. Ja, hij is wel donker, dus je zou er een wijngevoel bij kunnen krijgen. Ook deze is weer mat, maar ook een heel erg bijzonder kleurtje vond ik dit. Dat is deze. En dan heb ik de laatste en dit is een shimmer kleurtje. En dit is de 290 Getting by Bronze On. Getting by Bronze On. Heel mooi kleurtje ook. En die ziet er dan zo uit. Ik ga even kijken waar ik deze swatch verder kwijt ga kunnen. Gaat hij nog? Die ga ik even hier doen. Dus dan is dit die brons. Ja, hele mooie kleurtjes ook weer. Ik vind het zelf leuk om deze in combinatie te gebruiken met andere oogschaduwproducten. Omdat ik iemand ben die meerdere oogschaduws in één look gebruikt. Maar hele leuke mono's. En ja, hele mooie kleurtjes. Het zou alleen leuk zijn als Catrice misschien toch nog een keer zou komen. Ook met die losse paletten. Want ja, dat zou wel leuk zijn. Maar ook die mono's zijn toch wel heel erg fijn. Dan heb ik een product van Kruidvat. En dit is het Perfect Image Fresh Look Duo Pencil. Dit is dus zo'n potloodje waarmee je dus je ogen wat meer kunt opliften. Is compleet vegan. Je hebt hier ook een concealkantje. Dus hiermee kun je dus bijvoorbeeld je wenkbrauwen daaronder net wat strakker trekken. Het zijn wel zelfs slijpbaar. Dat is misschien één dingetje wat minder is. Want het is een vrij dikke. Dus je moet een vrij dik puntenslijpertje hebben. Wat ik je wel wil aanraden is als je zelf potloden van cosmetica wil slijpen of moet slijpen, gebruik alsjeblieft een cosmetica slijpertje die je gewoon in de schappen bijvoorbeeld van Essence of Catrice kan vinden. Want een puntenslijper waar je potloden mee slijpt is gewoon niet heel hygiënisch. Dus er zijn echt speciale puntenslijpers voor. Dan heb ik hier het conceal gedeelte, wat wel heel erg mooi eruit ziet. En aan de andere kant heb je dus een highlightertje. Dat is deze. Die is dan ook heel erg leuk voor de binnenste ooghoeken. En die ziet er dan zo uit. Heel erg mooi. Ik was heel erg verrast door dit potlood. Want ik heb wel vaak van deze potloden gehad waarvan ik dan dacht van, nou nee, het is het net niet. Maar deze die vond ik wel heel erg fijn. Dus dat was een pluspunt.
Dan heb ik van Essence 5 lip liners. En dit zijn de Soft and Priceless Lip Pencils. En ik heb hier ook lipsticks van. En ik heb dus nu ook de lippenselen hiervan. Dit zijn dus gewoon potloden waarmee je dus een randje om je lippen kunt zetten. Waardoor je ze eigenlijk een beetje contourt. Ik heb hier allereerst de 103 Why Not. Ze zien er dus eigenlijk best wel basic uit. Je moet ze wel zelf slijpen. Dat vind ik een iets minder puntje. Ik vind ze niet heel zacht. Je kunt er precies mee werken, maar je moet wel wat kracht zetten om ze aan te brengen. Maar ik vond ze wel heel fijn. Dan is dat die. Die ga ik hier even op mijn arm neerzetten. Dit is dan die Why Not. Dan heb ik ook de kleur 102 True Me. Dat is deze. Dat is dit kleurtje. Ze lijken een beetje op elkaar hoor. Maar die lipsticks die waren ook wat meer in de rood-roze tinten. Dan hebben we hier de 104 First Love. Ik moet ook echt, kijk dat is die. Ik moet echt wel wat moeite doen om hem op mijn huid te drukken. En dat doet best wel een beetje zeer. Dus heel zacht zijn ze dus niet wat ik al zei. Maar goed. Dit is 105 Be Mine. Dat is die. Zoals je ziet, ze lijken echt wel heel erg op elkaar. En dan heb ik nog een hele donkere kleur. En dat is 106 Late Night. Ook wel een favorietje van mij. Want jij bent wel rood natuurlijk. Dat is deze. Heel mooi kleurtje ook. Dus echt wel hele mooie potloodjes. Ze zijn niet heel zacht. Maar in combinatie met de lipstick zijn ze echt prachtig ook. Heel erg leuk. Dan heb ik hier de Express Quick Dry Drops. En dit zijn van die druppels. Deze is van Catrice overigens. Die je op je nagels kunt doen. Als je dan je nagels hebt gelakt, dan kun je zeg maar dit openmaken. Want dit heeft een pipetje. Dan kun je zo een aantal druppeltjes op je nagellak laten druppelen. En dan drogen ze wat sneller. Het is natuurlijk niet gelijk compleet droog. Maar het droogt iets sneller als dat je het aan de lucht laat drogen. Ik ben er zelf heel erg enthousiast over. Want ik vind het altijd wel hele fijne producten. Want alles om je nagels sneller droog te maken nadat ze gelakt zijn is natuurlijk mooi meegenomen. Ik vind de verpakking ook leuk. Want het heeft een beetje een holografisch effect. Dus ja, hele fijne druppels. Dus als je ja, het fijn vindt om nagellak sneller te laten drogen. Zou ik deze druppels zeker kunnen aanraden. Dus die zijn ook echt fantastisch. Dan heb ik hier Extreme Shine Lip Glossjes van Essence. En ik heb verschillende. Ik heb hier de Perfect Glow. En het leuke aan deze is dat die dus eigenlijk Even kijken of ik het goed zeg. Ja, ik zeg het goed. Deze die past zich aan aan de HP-waarde van je lippen. Dus deze pakt bij iedereen anders uit. Dus je kunt van tevoren niet zeggen hoe die uitpakt. Hij ziet er in de verpakking roze uit. Maar bij mij werd hij bijvoorbeeld heel donkerroze. Dat vond ik wel heel erg leuk. Heeft deze een kleur. Dit is 201 Magic Match. Ze hadden natuurlijk al heel lang van dit soort lipglossjes. Maar ze hebben dus nu nieuwe varianten uitgebracht of nieuwe kleuren. Ze hebben ook een best wel grote applicator. En daarmee kun je de lipgloss heel fijn aanbrengen. Ik ga hem hier even op mijn arm doen. Kijk, en dan zie je eigenlijk dat hij best wel licht is. Maar de pH-waarde van je lippen bepaalt dus hoe die er uiteindelijk uit komt te zien. Dus die vond ik wel heel erg leuk. Dan ga ik ze even een beetje op volgorde leggen, want ik heb verschillende. Die. Dan heb ik twee uit de Extreme Plumping lijn. Deze hebben een heel fijn glittertje erin zitten, wat heel erg leuk is. Ja, geeft gewoon een hele mooie finish. Dit is de 101 Milky Way. Het is een beetje een licht kleurtje, maar er zit dus een heel mooi glittertje in. Kijk, dat is deze. Oh. Wacht even, ik ga hem even beter laten zien, want hij stelde hem niet goed scherp. Deze.
Die. Dan heb ik ook... Oh, ik had lekker met mijn haar in die lipgloss. Oh, dit is echt verschrikkelijk. De 104 Nude Mold. Ik heb even de zwartjes verwijderd, dus ik ga ze nu iets verder naar hier neerzetten. Want ja, de lipgloss zit inmiddels dus in mijn haar. Dat is deze. Mooi kleurtje ook. Dan heb ik er drie, die komen uit de Maximum Volume lijn. En hier zit menthol in. Ik vond zelf niet dat ik echt volle lippen ervan kreeg, maar ik vond de kleuren wel heel erg leuk. Ik heb hier allereerst een 04 Purple Rain, paars kleurtje. Deze, heel erg mooi ook. Dan is dit de C08 Gold Dust. Heel leuk kleurtje ook. Kijk, dat is deze. En de laatste die ik dan heb, dat is de C6 Candy Shop. Dat is een roze kleurtje, ook wel heel favoriet. Want ja, ik hou natuurlijk heel erg van roze. Dus dat is deze. Dus echt hele leuke kleurtjes, heel erg blij mee. Dan heb ik van Catrice een Inside Eye Kohl Kajal. En ik gebruik zelf altijd een oogpotlood. En ik heb altijd een voorkeur voor oogpotloden die je omhoog kunt draaien. Dit is de 010 Black is the New Black. En deze kun je dus gewoon omhoog draaien. Kijk, er zit een draaimechanisme en dan komt hij dus tevoorschijn. Hij is heel erg mooi zwart. Je kunt er echt heel fijn mee werken. Dit is hem. En hij blijft ook gewoon heel erg lang zitten. En dat merk ik bij dit soort potloodjes. Die blijven gewoon goed lang op de ogen zitten. Ik vind potloodjes die je moet slijpen gewoon ook best wel zeer doen. En deze die voel je gewoon niet. Dus die zijn gewoon echt perfect als je het mij vraagt. We zijn er bijna doorheen. Ik heb nog twee producten uit een trendeditie van Essence. En dat is de Vinted Beach Line. En ik heb hier allereerst een Baked Highlighter. Die er heel erg mooi uitziet. Want kijk, het doosje ziet er heel vrolijk uit. Super leuk. Hier zit macadamia olie in. En hij heeft de naam 01 Sun Sense Me en Vitamin C. Heel erg mooi. En dit is dan de highlighter. Ziet er heel erg mooi uit. Want hij heeft, zoals je kan zien, donkere en lichte kleuren. Dit is hem op mijn vinger. Wacht even hoor. Want ik ga hem nu precies droppen in het gedeelte van de... Kijk, dit is hem. Je ziet hem op de swatch denk ik niet heel goed. Je moet heel goed kijken, maar dit is hem. En hij is echt heel erg mooi. Hij heeft me heel erg verrast, omdat hij eigenlijk wat gouden accenten heeft. En dat vind ik zelf dus heel erg mooi. Ook uit die lijn heb ik een Coconut Lip Conditioner. En dat is deze. Ik ga deze verder niet swatchen, want het is een transparant product. Het heeft de naam 01 Coconut Kinda Life. Maar hier zit dus hele verzorgende producten in, waardoor je lippen heel erg lekker zacht worden. Ik heb deze gebruikt voor het slapen gaan. En ik had nadat ik wakker werd gewoon hele zachte lippen. Dus dat was echt heerlijk. Dus ook echt een heel erg fijn product. Als het goed is, ligt deze trendeditie nog steeds in de winkels trouwens. Dan heb ik een limited editie van Catrice waar ik heel erg enthousiast over ben. Want dat is de Bronze Away 2. En ik heb hier allereerst een hydrating fixing spray. En dat is deze. En deze ruikt dus echt naar kokosnoot. Heel erg lekker. Er zit kokosnootwater in. En hij houdt je make-up heel erg lang op zijn plek. Heeft de naam C01 Fiji gekregen. Echt een heel erg fijne fixing spray. Hij ruikt ook zo lekker. Heeft gewoon een hele basic verstuiver. Maar het is echt zo'n fijn product. Ik ben er heel erg blij mee. Ik ging hem gebruiken en ik was gelijk helemaal blij. Want hij rook zo lekker. Dus dat is allereerst die. Ook in die collectie zit een heel erg mooie oogschaduwpalette. Deze heeft de naam C01 Panama. Kijk, die verpakking is gewoon prachtig. Want je krijgt palmboompjes, gouden accenten. Heel erg mooi. Wat ik ook heel erg fijn vind is dat er dus een spiegel in zit.
in het dekseltje. Er zitten 9 kleurtjes in. Ik ga er even een paar voor je opnemen. Ik pak er gewoon eventjes 3, zodat je een beetje een idee hebt. Je hebt matte en shimmer kleuren. En kijk, dit is de pigmentatie van deze kleuren. Dus ja, ik ben heel erg verrast. Ik vond het echt een hele goede pigmentatie hebben. Want het is altijd een beetje de vraag bij producten of dat goed werkt. Maar bij deze heeft dat echt heel erg goed uitgepakt. Echt een heel erg mooie palette. Ik moest wel even een beetje zoeken naar een goede look qua kleuren. Maar ja, ik ben er heel erg blij mee. En ik vind ook die binnenkant gewoon prachtig met die gouden accenten, zeg maar. Dus heel erg mooie paletten ook. En ook uit die collectie heb ik het Baked Bronze en Highlighting Palette. En die ziet er zo uit. Heeft eigenlijk precies hetzelfde voorkantje als deze. Maar je ziet wel een beetje het verschil. Want dit Bronze en Highlighting Palette is wat groter. Hier zitten dus 2 bronzers in. 2 highlighters. De binnenkant is precies hetzelfde. Een grote spiegel. En dit zijn de kleuren. Ik ga ze even oppakken. En ik was wederom weer heel erg verbaasd. Want kijk, dit zijn ze. Kijk, het pigment is echt fantastisch. Hele mooie kleuren waar je echt heel erg mooi mee kunt bronzen en kunt highlighten. Dus ja, ik was wel weer heel erg enthousiast, moet ik zeggen. Ook over dit palette. Ook deze collectie ligt gewoon nog steeds in de winkel. Dus mocht je er benieuwd naar zijn, hij is nog te koop. Het is wel op is op, maar hij is als het goed is nog tot september verkrijgbaar. Dus ja, ik vond het hele mooie producten. Ook nog uit die collectie van Catrice komt deze kwast. En dit is een hele mooie kwast die heel erg fijn is voor je lichaam. Hij is heel erg zacht, heeft mooie gouden details. Ik vind het voor het gezicht vond ik hem iets te groot. Ja, om zo zeg maar uit te blenden is het heel fijn, maar niet om het echt aan te brengen. Maar als je bronzer op je andere lichaamsdelen, bijvoorbeeld schouders, wil aanbrengen, is deze gewoon echt heel erg handig. Dus die vind ik ook echt wel heel erg fijn, helemaal in combinatie met wat grotere bronzerpalettes. Dus die vond ik ook echt wel heel erg fijn. Dan ben ik ook toe aan het laatste palette. Laatste make-up product. En dat is een palette. En dat is het Sunrise Eyeshadow Palette. Hier heb ik ook een aparte video over gemaakt. Die zal ik ook nog eventjes in de beschrijving zetten. Het is zo'n palette van Max & More die nog geen 5 euro kost. En die hele mooie kleuren heeft. Op de achterkant heb je zeg maar de kleuren al staan. De binnenkant ziet er heel mooi uit. Want hij heeft ook een spiegel die ook goed zit afgeplakt. En dan zijn dit de kleuren. Hoeveel kleuren kreeg je? Ik ga even spieken. 21 kleuren. En ze zijn echt heel erg mooi. Het is echt een ja, prachtig palette. Ik ga er weer even een paar voor je oppakken om te swatchen. Ik ga er niet heel uitgebreid bij stilstaan. Omdat ik hier al een uitgebreide video over heb gemaakt. Dus ja, dat vind ik dan niet zo heel erg handig. Ik ga ze even hier doen. En dan zijn dit de swatches van dit oogschaduwpaletten. Ja, ik ben er heel tevreden over. Ik vind echt dat Action heel goed bezig is. Ook op zijn met zijn oogschaduw. Dus ik vind dit echt ook een prachtig palet. Dus ik ben hier ook heel erg blij mee. En ik ben ook blij dat ik hem nu in mijn stash ga toevoegen. Want ik ga hem nog met heel veel liefde gebruiken, kan ik je vertellen. Nou, dan waren dit alle producten die ik ja, weer fantastisch vond. Ik heb ze met heel veel liefde en plezier uitgetest. En ik vind het altijd leuk om erachter te komen of een product bevalt, ja of nee. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie een van deze producten al hebben getest. Of dat je misschien geïnteresseerd bent geraakt naar deze video in een van deze producten. Laat het even weten bij de comments als je daar behoefte aan hebt. Vind ik altijd wel leuk om te lezen of mensen mijn mening delen of dat ze er heel anders over denken. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal en wil je op de hoogte blijven van mijn video's, kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje met mijn gezicht te klikken aan het einde van deze video of op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button en daarnaast vind je ook een belletje. En als je die aanklikt, krijg je ook een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. Vind ik altijd wel heel erg leuk als mensen dat doen. Die ga ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!